heeft hem aangevallen en dat heb ik in beeld. Ik hoop dat het is macro, hè, dus het is verschrikkelijk ingewikkeld. Ja, ik ga ervan uit dat je dat goed hebt met zo'n mooie monitor. Ja, maar het is wel mooi in beeld. Dat voor jou geen enkel probleem is. Kijk, kadreren, dus hier, je moet eigenlijk weer blaadjes wegknippen en... Ja, maar goed, in macro mag je soms best iets in de weg zetten. Hij zit nu niks te doen in elk geval. Hij zit er nog altijd bij. Waar zit hij dan? Aan jouw kant, ik kan hem niet zien. Hij zit eigenlijk een beetje aan die kant. Ik kan hem niet zien. Maar de mier zit er nou niet bij. Die heeft hem wel een paar keer geprobeerd aan te vallen. Dat zou wel gebeurd te hebben. Als hij dan niet reageert, dan zal die mier ook wel denken wegwezen. Dus word ik opgevroren. Daar komt de mier. Hem aanvallen? Ja, die viel hem aan. Ik heb gewoon, hij loopt, hè? Ja, dat zou ik doen. Niet hier aan. Er zit een leuk vliegje op het land. Ik wil dat vliegje op het land proberen te filmen hier. Met een landcamera aanzetten. Ik kan er allemaal niks van zien. Ja, die incompatible lens, ik weet het wel. Nee, daar zitten we. Daar ziet de tas, maar dat is niet erg. Wat. Oh, dat is die tak. Ik zie hem hier weglopen. Dan zie ik een blad. Daar is een blad. Daar zit een vlieg. Ja, nou heeft hij echt een luis gepakt, Boris. Ja, heb ik het vol in beeld? Ja, dat heb ik helemaal in beeld. Heb ik net een vlieg in beeld en dan vlieg hij weer weg. Hij bijt hem echt gewoon door midden. Ja, dat is mooi. Dan hoop ik dat je dat hebt. Nou, dat is dan €400 weer verdiend. Oh nee, hoe lang moet het dan vier? Hier zit een kever daar. Het lijkt wel een kever, een andere kleur kever te zijn. Ik ben gestoken niet. Ja, dat hoort erbij, hè. Ja, een mooi groen kevertje. Op het blad. Ik wil nog even verkeerd om. Oh, dat is mooi. Ja, ik ga even wat geld scoren. Dan gaat de zon schijnen, dus dat is minder goed, want dan krijg ik die F-waar weer veel te hoog. Ja, ik draai gewoon even bij. Klaar. Wat? Hoe bij? Ik draai gewoon een tikje erbij. Ja, soms kan dat wel. Ik hoop dat het scherp is. Dat kan ik niet goed zien. Een klein kevertje. Dat is schuif. Oh, er komt er een slijtbestje voorbij hollen. Hij grijpt er gewoon veel meer. En misschien neemt hij er wel een aantal mee. Ja, film hem maar. Inzoomen nog wat. Hè? Nog wat inzoomen. Waar zit hij dan? Ja, hier ergens aan deze kant. Ik zie hem gewoon niet. Het heeft voor mij geen zin om daar iets mee te doen. Ja, dan gaat het blad bewegen. En nu zet ik hem een klein beetje anders, zodat hij groep luizen ziet weer. Ja, dat moet ik doen. Af en toe de hoek iets veranderen. De kop en een paar poorten. Wat gaat hier zitten? Ook een kever. Dat is een kever hier zo lijnrecht keihard op de grond in het beeld te filmen. Hupsa, even terug. Even de F-waarde terugdraaien. Daar is hij nog gebleven. Och, ik heb mijn macro lens er niet op. Ik denk, draai terug, maar dat heeft helemaal geen zin van die afstand. Ik ken helemaal niet. Hij gaat weer bewegen, hij gaat weer weg. Nou, dan moet vooral bovenop gaan kijken wat hij gaat doen.